Oh, hey, hallo. Welkom bij Dr. Game PC. Hoe haal je het stof uit je PC? Ik kreeg die vraag van Tommy. Die schrijft, hoe verwijder je het beste stof uit je PC? Want de mijne is zeer stoffig en traag. Mijn videokaart is net zo stoffig en traag als een Xbox One. What the fuck did I do wrong? Ja, die arme Xbox One. Just minding its own business. Wordt hier even met collateral damage erbij gehaald. Maar, bedankt voor je vraag Tommy. Vandaag laat ik zien hoe je je PC het beste schoonmaakt. Allereerst is het goed om te weten dat je eens in de zoveel tijd best iets kan doen aan dat stof in je PC. Want als je componenten een jasje van stof dragen, dan kunnen ze hun warmte minder goed kwijt. En in erge gevallen kun je dan last krijgen van thermal throttling. Dan worden je componenten zo warm dat de voltages worden verlaagd om zo onder een bepaalde temperatuur te blijven en geen schade op te doen. En daar gaan je prestaties van je PC onder lijden natuurlijk, want dan word je eigenlijk ondergeklokt. Dit is de Predator Orion X, een gaming desktop en een beest van een machine in een mooi klein pakketje. Er zit een Intel Core i7 processor in, 32 gig aan DDR5 geheugen en natuurlijk la pièce de la résistance, een GeForce RTX 4090 videokaart. Holy shit, dat zijn echt de beste chips die je kunt hebben. En het leuke aan zo'n PC is natuurlijk dat die zo klein is. Dan moet je er natuurlijk wel goede koeling voor hebben. En dat zit in dit geval wel goed. De GPU en de CPU die worden beide watergekoeld. Maar ook zo'n ding kan vol met stof komen. Dus we gaan vandaag even laten zien hoe je dat doet. Ik moet eerlijk zeggen, het is een nieuwe. Dus er zijn nog niet zoveel vlieguurtjes mee gemaakt. Maar we kunnen alvast wel laten zien hoe je dat dan stofvrij maakt. En later laten we ook wat beelden zien van hoe je dat dan doet met een ventilator bijvoorbeeld die echt vastgekoekt stof heeft. Maar laten we beginnen. Nou, om je PC helemaal stofvrij te krijgen heb je wel een aantal dingen nodig. En ik heb het hier voor me staan. Dit is een busje perslucht. En dat kennen we natuurlijk. Er komt heel veel lucht uit. Het werkt eigenlijk een beetje als een deo-bus. Maar dat heeft ook zijn nadelen. Als je hem niet helemaal recht houdt of als hij bijna op is, dan heb je kans dat er wat vloeistof bij naar buiten komt. En dat wil je natuurlijk niet in je PC spuiten. Dus een betere oplossing, het kost ook iets meer, maar daar kun je wel wat langer mee doen, is een airduster. Ik heb hier eentje. Het is een beetje een tering, Harry. Maar dan heb je ook wat. Nee, dit werkt supergoed. En hier heb ik isopropanol. En dat is alcohol eigenlijk. En daarvoor zorg je ervoor dat als je er iets mee schoonmaakt, dat het vrijwel direct droogt. Dus daarvoor moet je er eigenlijk voor zorgen dat je isopropanol hebt met meer dan 91% alcohol. Want dat vervliegt heel snel. En natuurlijk wattenstaafjes. Om te beginnen is het belangrijk dat je PC helemaal uitstaat en afgesloten is van de elektriciteit. In dit geval druk ik hem even uit. Ik trek de stekker uit het stopcontact en is hij afgesloten van het netwerk. Dan zoek je een goed geventileerde plek om schoon te maken. En dat is natuurlijk niet in je eigen game room, want als je daar al dat stof eruit slingert, dan wil je natuurlijk niet dat het op dezelfde plek terechtkomt waar je straks weer je PC neerzet. En zodat het allemaal weer je PC'tje wordt ingezogen. Dan maak je je PC open. En het leuke aan deze Orion X is dat het een pre-build is, maar hij is ook upgradable. Dus hij is sowieso makkelijk om open te maken. En met nieuwe cases is dat sowieso handig, want dan heb je dit soort handschroeven. Daar hoef je eigenlijk geen schroevendraaier mee te kloten. Die kan je gewoon met je hand open draaien. En dit is ook leuk. Is dat Zone 2. Hier is een mooi handig hendeltje. Dan trek je hem eigenlijk zo heel makkelijk eraf. Dan heb je zo'n ding en hier zit zo'n filter op. Ja, die kun je eigenlijk allemaal even schoonmaken. Vaak zit er wel wat stof op. Dat kan je in principe met een doekje doen. Je kan dat natuurlijk ook gewoon doen met de airduster. En zo kan je eigenlijk alle filters die de case heeft heel makkelijk verwijderen en een goede beurt geven. Dat kan met je stofzuiger. Houdt die wel weg van je PC, want die kan door de statische lading
één of meerdere van je componenten ja, best wel beschadigen. Dus zorg ervoor dat je met ja, de stofzuiger wegblijft van de binnenkant van je case. En je kan het natuurlijk ook gewoon doen met je air duster of dat soort dingen. Of met een doekje. En als dat klaar is, ga je aan de slag met de rest van je case. Daarvoor heb je natuurlijk deze air duster klaarstaan. Zo kun je het meeste stof zo uit je case blazen. Als je ventilatoren schoon spuit, zorg er dan wel even voor dat je ze vasthoudt, zodat je ze niet doordraait. En mocht er nog hardnekkige resten aangekoekte stof zijn, en dat zie je vaak op ventilatoren, kun je die het beste weghalen met een wattenstaafje en isopropanol. Daar zit dus zoveel alcohol in dat het eigenlijk vrijwel direct vervliegt en je componenten niet nat maakt. Daarom is het belangrijk dat het op zijn minst 91% alcohol is. Maar pas wel op met dit spul als je je monitor schoon wilt maken. Het kan je anti-glare coating beschadigen. Dus gebruik daar absoluut een ander goedje voor. Nu is je PC weer helemaal stofvrij en kun je gerust weer knetterhard gamen. Het hangt wel een beetje af van je omgeving, maar als je ongeveer één keer per half jaar dit doet, dan is het stof in ieder geval niet jouw bottleneck. Nou Tommy, bedankt voor je leuke vraag en gefeliciteerd! Want met deze vraag heb jij deze Predator Bifrost Arc 770 gewonnen. En geen nood, als jij ook nog vragen hebt, blijf die dan opsturen naar puber.nl/predator. Want wij blijven gewoon doorgaan met Dr. Game per se. En voor de komende afleveringen geven we weer iets heel tofs weg. Dus blijf ze opsturen. En bedankt voor het kijken. Nogmaals bedankt voor je vraag, Tommy. Tot de volgende keer bij een nieuwe Dr. Game per se. Vond je dit een leuke video? Geef ons dan een duimpje omhoog. En abonneer je op ons kanaal als je meer van dit soort content wil zien.